borstvoeding is het meest intieme moment met je baby. Aanstaande moeders hebben vaak vragen over borstvoeding. Lactatiekundige Monique Rooiakkers de Bruin en Trace Loos Theus van Maxima Medisch Centrum beantwoorden in dit videospreekuur de meest gestelde vragen. Borstvoeding is heel goed voor de gezondheid van moeder en kind en tevens ontwikkel je daarbij een goede band met je kind. Moedermelk is goed voor de baby omdat het precies afgestemd is op de behoeften van de baby. Je kan het heel mooi zien. Een pasgeboren baby krijgt een heel andere samenstelling van moedermelk dan wanneer de baby 4 maanden oud is. Het is heel goed mogelijk om borst- en flesvoeding te combineren met elkaar. Er zijn alleen een aantal dingen waar je rekening mee moet houden. Als je van plan bent om borst- en flesvoeding te combineren, is het belangrijk om eerst de melkproductie goed op gang te laten komen. Als je te vroeg begint met flesvoeding, kan er een zuigverwarring ontstaan bij je kind. Zorg er dus voor dat je kindje de techniek aan de borst drinken goed beheerst voordat je overstapt op flesvoeding geven. In de meeste gevallen kun je tussen de 4 en 6 weken na de geboorte starten met de combinatie fles- en borstvoeding. Wanneer je bij je eerste kindje te weinig moedermelk had, betekent dat niet automatisch dat bij je tweede kindje dit weer het geval is. Te weinig moedermelk is vaak een reden om te stoppen met borstvoeding, maar laat je niet ontmoedigen, schakel desnoods deskundige hulp hiervoor in. Wanneer je daadwerkelijk te maken hebt met een overproductie, kun je je kindje per voeding 1 borst aanbieden. Sommige moeders hebben een sterke toeschietreflex. Kinderen kunnen daar last van hebben. Wat je kunt doen is je kindje van de borst afhalen wanneer de sterke toeschietreflex komt. Laat de overvloedige melk weglopen in een doek. Leg je kindje pas weer aan als de sterke melkstroom is verdwenen. Je kindje kan dan weer rustiger drinken. Pijnlijke tepels worden meestal veroorzaakt door een foute drinktechniek of aanhaptechniek van de baby. Wanneer je later in je borstvoedingsperiode nog pijnklachten ervaart, is het van groot belang dat je met deskundige hulp de oorzaak probeert te achterhalen. Wanneer je je eerste kindje gevoed hebt aan de borst met behulp van een tepelhoedje, wil dat niet zeggen dat je het tweede kindje ook met een tepelhoedje moet voeden. Moedermelk kun je in de koelkast tot maximaal 3 dagen bewaren en in de vriezer tot maximaal 6 maanden. De rol van de partner is erg belangrijk tijdens de borstvoedingsperiode. De steun en de aanmoediging die je krijgt is erg belangrijk voor het doen slagen van de borstvoeding. Je kunt bijvoorbeeld samen een borstvoedingscursus gaan volgen. Je bent dan samen op de hoogte van de basiskennis over borstvoeding. Heb je na deze informatie nog vragen of twijfels over het geven van borstvoeding? Schroom niet om dit te bespreken met een lactatiekundige. Goede voorbereiding zorgt ervoor dat je echt kunt genieten van het geven van borstvoeding. Borstvoeding geven is mooi en een uniek moment voor moeder en baby.